we gaan weer op pad natuurlijk de hele week, hè? Ja. Waar gaan we naartoe? Naar caravans. Caravans? Nee, camping? Tentjes. Camping? Nee. Nee? Nee, nee. Jordi Bouw heeft wat anders in gedachten. We gaan dobberen. Ja, dat klopt. En ik zit nu op de drijvende steiger. En daar ga ik nu even vanaf komen, want ik moet natuurlijk wel wat gaan bewegen met deze zomertour. Ik ben in de jachthaven van Marina de Eemhof in Zeewolde. Ze hebben onder andere boten, zoals je kunt zien als je meekijkt via de televisie. Maar ze hebben nog veel meer en dat ga ik deze week beleven. Maar ik kan het beter vragen aan een van de eigenaren van dit familiebedrijf. En dat is Willem zelf. Willem, kom er gezellig even bij. Het is nog heerlijk weer. En het is prachtig om dit te zien en dit te horen ook vooral. Want je hoort eigenlijk niks, hè? Het is echt super rustig nu. Ja, het is rustig. Hè? De mensen, ik denk dat de meeste mensen nog lekker op hun bedje liggen te slapen. Ja. En het is een mooie ochtend. Het zonnetje schijnt niet helemaal, maar de zomer is prima, ja. Ja. Leg even wat uit over dit bedrijf. Want je vertelde me net, het is een familiebedrijf. Je bent een van de eigenaren. Hoe is dat zo gekomen? Oh, dat is een heel verhaal. Mijn broer en ik hadden... mijn vader had een watersportwinkel in Spakenburg, hier tegenover. Mm-hmm. En surfen werd populair in de jaren 70. En mijn broer en ik gingen ook in de zaak. En we wilden surfplanken gaan verkopen. En dat liep in Spakenburg nog niet echt, je van net. Dus we begonnen ook een surfschool. En Spakenburg had toen nog geen strand. En hier tegenover lag een mooi maagdelijk strand van Flevoland. En heb ik het over 1978, 79. Toen gingen we surfles geven. En we gaven hier surfles. En een jaar later kwam de Eemhof in 1980. En wij hebben contact opgenomen met Sporthuis Centrum, heette ze toen nog. Mm-hmm. En die zei, oh, maar dat is leuk, want wij hebben alleen maar verstand van huisjes verhuren. En dan kunnen jullie die surfschool bij ons erbij doen. En er komt ook nog een jachthaven bij. En zo zijn wij hier eigenlijk blijven hangen. Ja. En, het is nu veel uitgebreider. Het is niet alleen maar een jachthaven. Nee, er is een appartementencomplex bijgebouwd. Mm-hmm. In 2011. Dat wordt geëxploiteerd door Centerparks. Wij hebben geherinvesteerd in de onderste plint. Daar zit een restaurant in. Daar zit ons havenkantoor in. Daar zit een bedrijfswoning in. Daar zit een makelaardij in. En we hebben een beachclub gebouwd en een nieuwe jachthaven erbij gebouwd. En een strand hebben we geüpgrade. Ja, dus het is niet zomaar ergens eventjes je boot aanmeren of je caravan opzetten op de camping? Het kan allemaal, dat is het inderdaad. Het is voor mensen die hier op vakantie kunnen komen, die kunnen gewoon komen aanwaaien, zeg ik altijd maar. En hier een boot neerleggen en komen recreëren. Ja, van harte welkom. Waar komen de gasten vandaan? Nou, over de hele wereld. De mensen met boten zijn voor 95% Nederlanders natuurlijk. En nou Duitsers en soms Belgen en een verdwaalde Engelsman. Of verdwaald, maar bewust natuurlijk. En de gasten die hier kamperen of in de appartementen zitten, dat zijn mensen die komen uit heel Europa. Voornamelijk Nederlanders, Belgen, Duitsers, Engelsen. Maar ze komen ook uit Israël, ze komen uit Arabië, ze komen uit de Verenigde Staten, Chinezen, alle werelddelen tegenwoordig. Wat maakt deze plek dan zo bijzonder dat ze hier naartoe komen? Nou, Nederland is een mooi land en de Eemhof ligt midden in Nederland, centraal. En 40 kilometer van Amsterdam, Spakenburg is hier tegenover, heel mooi dorp. Daar kun je met een pont naartoe, ga je van de week ook nog even beleven. We hebben watersport, we hebben hier alles. En Centerparks heeft een heel mooi zwembad. Aquamundo is een mooiste zwembad van Nederland. Weer voor de zoveelste keer verkozen. Dus we hebben alles. Ja. Is er ook genoeg te doen voor mij de komende week? Absoluut. We gaan jou aan het werk zetten. Dat is een ding wat zeker is. Nee. Dus je gaat helpen in de keuken, je gaat helpen in de bediening. Je gaat helpen op het watersportafdeling. En waarschijnlijk ga je me ook helpen met de schoonmaak. Okay, maar we doen hier alles zelf. Dus, Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga nu even tot rust komen, want op deze maandagochtend kun je hier heerlijk langs het water zitten. Jordi Bouw. Oké. Vanuit... Nou, deze hele week dus de zomertour vanaf Marina de Eemhof in Zeewolde.